Toon van Helfteren, in hoeverre is deze eerste nederlaag in de EK-kwalificatiecampagne een tegenvaller? Dat is een behoorlijke tegenvaller. Misschien wel een bijzonder grote tegenvaller. Want we hebben onszelf hierdoor in een moeilijke positie gemanoeuvreerd. We spelen 6 kwalificatiewedstrijden. Duitsland is op papier de sterkste. Ik ga er nog steeds vanuit dat die eigenlijk alle wedstrijden wel gaan winnen. En dat betekent dat het neerkomt op de strijd tussen Nederland en Oostenrijk en op de achtergrond een beetje Denemarken. De kwalificatie is automatisch voor de nummers 1. Maar slechts 4 nummers 2 gaan door van ik geloof 7 groepen. En dat zijn dan de nummers 2 die het best voor de dag komen. En als je dan zoals wij vandaag begint met een thuisnederlaag tegen een directe concurrent, ja, dan is dat een hele grote tegenslag, teleurstelling. We hebben veel goeds gezien vanavond van Oranje, maar waar hebben jullie het laten liggen? Ik denk uiteindelijk als ik kijk naar de cijfers, dat we het in de aanval hebben laten liggen. Wij nemen, en dit is een belachelijk getal, wij nemen 24 schoten meer dan zij in de hele wedstrijd. Omdat we toch heel goed staan verdedigen, we staan geweldig te rebounden. We pakken 22 aanvalsrebounds geloof ik, waardoor we die extra schoten... We hebben minder balverlies dan zij hebben, geloof het ook niet. Dus daardoor komen we aan 24 extra schoten in vergelijking met hun aantal. Ja, en als je dan nog niet kan winnen, dan ligt het aan de aanval. Ik had graag gezien, wij staan hen 32 punten toe in de tweede helft. Dus dat is beduidend minder dan de eerste helft. En natuurlijk, die 43 punten geloof ik in de eerste helft, daar kan je ook van zeggen dat dat ons niet helpt, onze zaak. Met name het tweede kwart, dan geven 25 punten scoren zij, 1/3 van het. Maar als wij een beetje normaal de bal geschoten hadden vandaag, dan was er niks aan de hand geweest. Dan hadden we met die 75 punten tegen, hadden we ook gewonnen hier. Het leek alsof jullie wat later op gang kwamen, mede aan de hand van de uitblinker Worthy de Jong. Ja, we kwamen laat op gang. Dat is, zoals gezegd, de verdediging was niet helemaal... Kijk, onze filosofie is als je 43 punten tegenkrijgt in één helft, met name de eerste helft, dan moet je zorgen dat je... de filosofie is dat liever niet. Dat is te hoog, dat is te veel. Maar als je zorgt dat je een beetje in de buurt zit, en dat bedoel ik als je daar 3, 4, 5 punten achter zit, dan zit je er vlakbij. Dat is dus niet gebeurd. En vervolgens hebben we een kans gehad begin tweede helft. En toen kwamen we tot op 2 punten, met name dus door het werk van Worthy, zoals je noemde. Alleen zijn we op dat moment er niet in geslaagd om ernaast te komen en al helemaal niet om er overheen te gaan. En daarna hebben we eigenlijk steeds weer achter de feiten aangelopen de rest van de wedstrijd. Mokerazi, net gesproken, die zei nog alle geloof te hebben in kwalificatie, ook mede omdat dit onderlinge duel met Oostenrijk nog niet gestreden is. Nee, natuurlijk niet. Die 3 punten, dat is een redelijke uitgangspositie. Kijk, dat is 1 schot in de basketbaltermen. 3 punten en je staat ernaast. Maar kijk, ik denk dat de ploegen elkaar inderdaad niet veel ontlopen. Dus dat we daar kans hebben, dat is een ding wat zeker is. Alleen, we zullen deze... ik heb net uitgelegd hoe de situatie... We zullen ergens een overwinning vandaan moeten gaan halen. En dat bedoel ik eigenlijk tegen Duitsland. Willen we... en ervan uitgaande dat we dan in Oostenrijk kunnen winnen, dan hebben we in elk geval, naar mijn idee, een overwinning tegen Duitsland nodig om nog kans te maken op kwalificatie. De kansen zijn er, maar ze zijn er niet groter op geworden vanavond.